We zijn toegekomen aan de kijkersvragen. En er zijn er weer een heleboel binnengekomen. De kijkersvraag kun je natuurlijk achterlaten op onze website www.sterren.nl. Ik heb hier drie kijkersvragen. De eerste komt van Ella Jansen. En zij wil graag weten, hoe gingen jullie zelf vroeger te carnaval? Althans, hoe gingen jullie verkleed? Nou, wat, ja, diverse dingen natuurlijk. Nou, laat ik het zo stellen. Ik ga hem een beetje veranderen voor je, Ella. Wat was het leukste carnavalspak wat je ooit hebt aangehad zelf? Dat is een goeie. Ik heb ook nooit zulke leuke carnavalpakken aangehad. Een boerenkiel meestal. En eigenlijk was het omdat wij altijd, als, voordat we de zware jongens deden, in bands actief waren. Dus we zaten te spelen. Dus ja, dan had je niet zoveel tijd om echt de carnaval te vieren. Als wel dat je dus aan het optreden was. Ja, dus dan was een boerenkiel al gauw carnavales genoeg. Ja, ik ben heel vaak naar carnaval geweest. In de jaren toen wij nog heel klein waren. Ik zit nu nog bij een kapel. En dat is de Blauwe Stadakkapel. En dan hadden we altijd een Friese kiel aan. En zo gingen we naar het carnaval in Den Bosch, in Oeteldonk. Oké. Ik denk dat dat een duidelijk antwoord is op je vraag. De volgende vraag komt van Bert Buis. Waar halen jullie inspiratie vandaan voor de carnavalsplaten? Nou, we hebben dus begrepen dat het nummer wat jullie nu uit hebben gebracht, dat een bestaand nummer is. Maar normaal gesproken. Ja, het is maar net wat komt op je pad. En iemand heeft een idee of je zit in de auto en dan roep je eens wat. Ja, zo hadden we eens een keer een single van Alles heeft een einde, maar een worst wel twee. Twee. Ja, nou ja, dat idee komt er op een gegeven moment. Is dat er gewoon iemand oppert zoiets of je hoort die kreet en dan... Het is vaak toeval. Het is niet zo dat je op straat loopt en dat in één keer een hogere macht jou een inspiratie doet neerdalen. De poes van Tante Loes. Nee, dat is sowieso. Maar ja, vaak met nieuwe teksten en nieuwe liedjes. Op terugreis naar een optreden, dan zit je wel eens wat oude hoer in de auto en dan komt er ook wel eens wat hele domme ideeën. Zijn het altijd bestaande nummers of schrijf je nee, zelf? Wat ik net zei, bijvoorbeeld Alles heeft een einde, dat is helemaal een eigen liedje geweest, dat hebben we zelf geschreven. Hè, maar soms is het ook de combinatie, of je hebt een idee, stil aan de overkant is in principe een op een bestaande melodie iets bedenken, maar... Het leuke van stil aan de overkant is, het zijn dingen, je kan er iets mee doen. Hè? Van, het wekt altijd een reactie op. Een tekst als stil aan de overkant, dat vraagt de mensen, je kan naar iemand wijzen. Hey, het is daar stil, hè? Of je moet je voorstellen in een café, als ze dat draaien, ja, daar is het stil. Hier is het gezellig, maar daar is het stil aan de overkant. Dus dat is het leuke van zo'n liedje. Van, het is net iets meer dan gewoon, dan niks. Dan gewoon een tekst, hoewel de poes weer een gewone tekst is. Ja, wij doen dat voor die half uur optredens. En in dat half uurtje doen we ook veel do-dingen met het publiek. Dus iets met de handjes of iets met de... we verzinnen altijd, we gaan koeien melken met de mensen. We houden ze wel bezig. Met elk liedje wat we hebben kunnen, is er wat mee te doen. En wat doen jullie dan bij, bij de poes? Dat moeten we nog bedenken. Ja, nou, met optredens, de vragen we wel eens van... is er ook iemand die een poes heeft en dan krijg je soms wel leuke reacties. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Nee, maar wij hebben er wel een gebaar bij bedacht. Of wel? Oh, ja. Mio. Oh, ja, het is lekker intelligent, maar het werkt wel. Dat ziet er wel lekker uit. Komt ook in de clip voor, hoor. Erik Bruis, die heeft de volgende vraag ingestuurd. Jullie heten zware jongens, maar hoe zwaar zijn jullie dan wel? Ja, dat is een goede vraag. En dan moet je televisie. Het totale gewicht weten? Nou, doe maar het totale gewicht. Oh ja, totaal. Totaal. Nou, misschien kunnen we daar een kijkersvraag van maken. Met een leuke... Nou, we hebben net een nieuw album uit. Met de album als hoofdprijs. Oh, je maakt er gewoon gelijk een prijsvraag van. Ja. Nou, dat is ook leuk. Ik vind het prima. We hebben eigenlijk ook nog een andere hele leuke prijsvraag. Maar dat dan zometeen doen we ook die van jullie. Ja. Nou, dus de prijsvraag is... Hoe zwaar wegen de zware jongens bij elkaar? En denk jij nou het juiste antwoord te weten? Ja, het wordt nu zo hier ter plaatse verzonnen. Maar surf dan eventjes naar de website www.sterren.nl. En diegene die hier het dichtst bij in de buurt komt, die wint? Die wint het album. Het album. Ja, gesigneerd. Dus net uit gesigneerd. Gesigneerd. Ja. En een poster voor onder het bed. Nou, helemaal goed. Nou, die wil je hebben, een poster voor onder het bed. Maar denk je nou, oh ja, ik weet het antwoord, maar ik denk dat er heel veel mensen gaan schrijven. En ik wil ook kans maken op andere prijzen, dat kan. Onze website www.sterren.nl. Wij hebben een heel leuk carnavalspakket in elkaar gezet. Met alle singles van de gasten die deze week bij ons in de studio zijn geweest. En ook van jullie zit er een single tussen. Ze zijn allemaal gesigneerd. En vlaggetjes en sleutels van de Gebroeders Co. Heel erg veel. Dus kijk even op de website hoe je daar weer aan kan komen, aan het carnavalspakket. En dan gaan wij verder met de Alpenzusjes.
in de Polonaise. Het is wel feest, hoor, deze week. Wat doen?